Dag Christel, kerstvaste Miss Universe voor België 2014. Ik heb juist ook vernomen dat jij al 2 jaar directeur bent van de organisatie Miss Universe. Ik ben zo blij van jou terug te zien. We zijn oude bekenden van elkaar. Hè? Vertel een keer, hoe is dat al geweest? Want sinds dat jij in de Missverkiezing gestapt bent, is dat eigenlijk nog niet gestopt voor jou? Hè? Nee, dat is absoluut nog niet gestopt. Ik ben in 2010 verkozen tot Mrs. World Belgium. Daarna ben ik onmiddellijk het jaar daarop naar Mrs. Universe mogen gaan in Bulgarije, waar ik de titel van Mrs. Universe Intelligence heb gewonnen. Hetzelfde jaar ben ik naar Mrs. World International in Florida mogen gaan, waar ik jammer genoeg niet bij de top 15 was, maar maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Een jaar later ben ik naar Rusland mogen gaan voor de internationale verkiezing van Mrs. Europe, waar ik de twee titels behaald heb, het beste nationaal kostuum en Mrs. Europe for Charity. Dus dat betekent dat ik heel veel vrijwilligerswerk doe in het buitenland en daar heb ik ook een eerste prijs voor gewonnen. En dit jaar ben ik naar Kuala Lumpur mogen gaan, naar Maleisië. Ik ben net een maand terug en daar heb ik voor de tweede keer op rij voor Mrs. Universe de hele prestigieuze titel van Mrs. Universe Intelligence gekregen, waar ik echt super fier op ben. Dat kan ik geloven. Allee, je mag er heel trots op zijn om nog eens met jouw lintje op rond te lopen. Ik vind het dan ook geweldig dat je hier aanwezig bent op de finale van Miss Présence. Hoe komt het dat je hier vanavond aanwezig bent? Want ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig. Ja, dat is eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik zit al 2 jaar in de organisatie van Miss Deluxe. Miss Deluxe wordt georganiseerd door de papa van de organisator van Miss Présence. En aangezien ik Giovanni persoonlijk ook ken, heeft hij mij enkele weken geleden eigenlijk opgebeld om te vragen of ik voor hem in de jury wou zitten. En ik heb dat met heel veel plezier toegezegd. En dat is voor mij toch nog iets leuk om af en toe eens te kunnen doen. Waar ga je op letten als jurylid? Ik ben nogal gekend als iemand die heel kritisch is. En dat gaat dan vooral over de vragen die gaan over de actualiteit. Ik vind voor een miss, het is heel belangrijk om er heel goed uit te zien. Maar dat is niet alles. Ik wil geen miss hebben die een lege doos is. Ik wil echt iemand die weet wat er in de wereld gebeurt. En ik wil echt iemand hebben die van de wereld iets af weet. Dus voor mij is dat heel, heel belangrijk. Dus daar zal ik persoonlijk wel op letten, ja. Het was heel fijn.